Jaarlijks doen we dan een soort van voorstelling, Paradiso Show. Ja, die regisseer ik eigenlijk. Dat is eigenlijk het begonnen als een soort party voor vrienden en zo. Een soort cabaret-achtige voorstelling. Meestal doen er 150 mensen mee aan zo'n show. Dus ja, 6 weken voorbereiding. Dus je bent 6 weken eigenlijk met elkaar al bezig. En dat maakt dat het ook een te gek feest is, want iedereen komt tot zijn recht. Eruit halen wat erin zit eigenlijk. De mensen, zelfs als er maar weinig in zit, toch kijken hoe je dat zo goed mogelijk kunt presenteren. Laat zeggen een podiumshow en met opeenvolgende nummers. En soms is het gewoon een gebeurtenis, living theater-achtig gebeuren. Participatie van het publiek erbij. Bij het theater gaat het erom dat er gezamenlijk iets gebeurt. De mensen moeten door een soort catharsis gaan, doordat ze verwonderd zijn of dat er iets gebeurt waardoor een gezamenlijke extase ontstaat. En dat is eigenlijk de bedoeling, ook van de Paradiso Show. En we werken dan via de show naar een hoogtepunt en laat zeggen, dan moet het knallen en dan gaat iedereen uit zijn dak en dan kan het feest beginnen. Dat is eigenlijk de formule. Rituelen bestaan in elke cultuur, want het is gewoon een noodzakelijkheid. Mensen hebben namelijk momenten nodig die hoogtepunten zijn in hun leven. En als je in India bent, dan ben je er nog bewuster van. Alle rituelen hebben te maken met de zon en de maan. Daar is een veel groter bewustzijn, waardoor wij dat ook gekregen hebben daardoor. En het gezien dat op zo'n volle maansnacht, dat er echt een andere sfeer heerst dan een andere nacht, als je je daar tenminste op concentreert. Ik kan niet zeggen dat het een bedacht concept is. Het is gewoon ontstaan door de omstandigheden, door het feit dat Ruigoord dat in onze armen gevallen is. Ik heb dat nooit van tevoren kunnen bedenken dat ik op deze manier bezig zou zijn. We zijn daarvoor behoud van Ruigoord om te laten blijven bestaan en via culturele uitwisseling een platform te geven aan mensen uit de hele wereld eigenlijk. Sky is the limit en we gaan voor vrijheid en non-conventie en proberen zoveel mogelijk onszelf te blijven. Zoveel vrijheid te krijgen ook, want dat moet je natuurlijk ook verdienen, want als je de vrijheid misbruikt, dan is het gauw afgelopen. Dus we moeten dus binnen die vrijheid ook nog een soort zelfdiscipline hebben, dat het niet uit de hand loopt. Op een of andere manier zijn we daar tot nu toe in geslaagd. Het is een bijzonder experiment, dat vind ik in ieder geval. En ik ben er nog niet op uitgekeken.